eindelijk is het dan zover. Na jarenlange voorbereiding zit je in je capsule. Helmen dicht, handschoenen aan en dan begint het geweld. Je wordt in je stoel gedrukt met 3 keer je gewicht en je schiet door de dampkring heen. Dan, na 8,5 minuut, is de raket opgebrand. Ineens ben je in een nieuwe wereld. Zodra je naar buiten kijkt, heb je ineens een totaal andere blik op onze vertrouwde planeet. Ik heb het voorrecht gehad om meer dan een half jaar te verblijven in het Internationale Ruimtestation. Het grootste technologische project door mensen gebouwd. Het Internationale Ruimtestation is een prachtig platform voor technisch en wetenschappelijk onderzoek. Zo heb ik experimenten gedaan op het gebied van levenswetenschappen, natuurkunde en techniek. Vanuit de ruimte zie je de overweldigende schoonheid van onze planeet. Maar je ziet ook menselijke activiteit. Ontbossing, erosie, luchtvervuiling. In feite zijn wij allemaal astronaut. We zitten met z'n allen op een groot ruimteschip dat zich door het heelal voortbeweegt. Ruimteschip Aarde. We hebben maar beperkte voorraden en we moeten voorzichtig omspringen met onze planeet. Door middel van ruimtevaart kunnen we goed de aarde in de gaten houden. En we kunnen maatregelen nemen om in beter evenwicht met de natuur te komen. Nieuwe technologieën ontwikkeld voor de ruimtevaart kunnen ons daarbij prima helpen. We bevinden ons als mensheid op een uniek moment in onze geschiedenis. Een moment waarop we zelf verregaande invloed hebben op hoe onze reis verder gaat en hoe onze toekomst eruit ziet. Vanuit dit perspectief help ik organisaties op een nieuwe manier naar hun eigen uitdagingen te kijken. Durft u de reis aan? Ik ben André Kuipers, astronaut en ambassadeur van de Aarde.